Het Staatsziekenfonds SZF is bezig een plan uit te werken om de niet opgehaalde BASO- en BZV-kaarten te bezorgen, zegt directeur Amar Ranjit Singh. Enkele weken geleden gaf de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting aan dat ruim 5000 BASO-BZV-kaarten niet waren opgehaald door de houders. Ranjit Singh zegt dat dit komt omdat het telefoonnummer en het huisadres die de mensen hebben opgegeven niet kloppen. Er zijn een aantal mensen die zijn verhuisd, maar we kunnen wel een groot deel wel terugvinden. Wij doen alles om de mensen te vinden, maar als het adres niet klopt en het telefoonnummer, wordt het een beetje moeilijk. En we zitten even nog te kijken, onze juristen zitten te kijken of we nog kunnen publiceren. Maar ik ken de wet op privacy, dat onlangs is goedgekeurd, dus we moeten even kijken of we zo kunnen publiceren. Namen, als dat wel kan, als compliance zegt wel het kan wel, dan willen we dat wel plaatsen op onze Facebookpagina. Ranjit Singh geeft verder ook aan dat de mensen die in aanmerking zijn gekomen voor een BASO- of BZV-kaart eerst op de hoogte gesteld worden door het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. De SZF-directeur roept een ieder op die een kaart bij het fonds heeft liggen die op te halen. We worden op twee manieren op de hoogte gesteld. We kregen een SMS van het ministerie van SOSAVO. En dan kregen wij een portaal dat is goedgekeurd en wij contacten ze ook. Ja. Maar als die nummers niet kloppen of die nummers bestaan niet meer, dan bij de sms en contacten lukt dan niet. Om hun gezondheid te verzekeren is het van imminent belang dat ze hun kaart kunnen komen ophalen bij het SZF of een van de kantoren van het SZF. Ranjit Singh, directeur van het Staatsziekenfonds. De BASO-kaarten vervallen op 31 december 2021, terwijl de BZV-kaarten op 30 april 2021 vervallen. Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is verantwoordelijk voor de goedkeuring van de BASO-BZV-aanvragen. En SZF is belast met de uitgifte van de kaarten.